Partner van Tours in Limburg is Rompot Vakanties. Welkom bij Thuis in Limburg vanaf de Weertelbergen in Weert. Vandaag weer een nieuwe uitzending samen met Maurice. Heb je er zin in? We mogen weer, hè? We mogen weer. Heb je mooie gasten? Ik heb een hele leuke gast. Een van de beste scheidsrechters van Nederland, Limburg, Paul van Boekel, is net op het EK geweest. Ik wou nog zeggen, die hebben we voorbij zien komen. Maar als assistent scheidsrechter en lijnrechter is nou terug uiteraard. En komt zijn ervaringen met ons delen. Nou, kijk aan. Ik heb Annie Schreuders-Derksen te gast. Zij vertelt alles over de Limburgse volkscultuur. Dus ik ben ook wel erg benieuwd wat er allemaal speelt. Wat is cultuur, volkscultuur? Wat versta je eronder? OLS? Onder andere. Maar ook allerlei dingen die door het jaar heen gebeuren. Vaderdag, weet ik veel. Het zijn allemaal dingen die we weer allemaal terug kunnen leiden naar allerlei zaken. Dus benieuwd. Je hebt zoveel te vertellen. Ben benieuwd. Absoluut. Maar wat we ook niet moeten vergeten. Ken je een beetje dansen? Totaal niet, maar ik ben bang dat de kijkers dat vandaag ook gaan zien. Ja, we hebben namelijk John de Bever hier in het park. En hij gaat in elk geval een swingend nummer brengen. Hij heeft natuurlijk ook weer hele mooie langzame nummers. Maar ik ga je beloven dat je nog mag gaan dansen vandaag. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dan ga ik er ook gelijk vandoor nu, als je het goed vindt. Dat is goed. Oké. De eerste gast van vandaag heeft alles te maken met dit volgende boek. De hele Sante Kraan. Dat is namelijk Annie Schreuders-Derks. Welkom. Ja, ik heb er even in gekeken en zo, hè, maar ik vind het echt een geweldig boek. Als ik het zelf ga over de Limburgse volkscultuur. Waar komt bij echt die passie vanaf? Volkscultuur is het van alle lui, van elke dag. Gewoon wat we elke dag doen. Waar we elke dag mee bezig zijn. En we staan er niet bij stil. Dat ganse simpele dingen. Dat het ook cultuur is. En dat wil ik aan de man brengen. Ja, nou is in het de al meest letterlijke zin. Ja, nou is het al het tweede deel. Ja. Wie heb je precies opgebouwd? Want het is niet gewoon een verhaal. Nee, het is gewoon een jaarboek eigenlijk. Een almanak is een jaarboek. En vroeger noemde men de almanak de boerenkalender. En daar vandaan heb ik het ook almanak genoemd. Omdat het is voor alle lui. Voor, ja, de simpele lui, dat is een beetje dom gezegd, maar zo bedoel ik het wel. Elke dag van het jaar gaat, voor iedereen gaat. En dan met name van elke dag gaat het hele jaar rond, want dat is een heel duidelijk verhaal, een heel duidelijke lijn in de volkscultuur. De opste levensloop, dat is een heel duidelijk verhaal. En de opste jaarkrans, een heel duidelijk verhaal. Nou, dit is een gans jaarboek. En in een almanak, daar staat alle wereldwijsheden voor gewen lui in. Wat voor weerspreuken, wat voor een heilige hebben we vandaag? Wat zijn er voor tradities en gebruiken? Wanneer is jaar, maart, wo? En ganz eenvoudige dingen. Wat deze met publieke eenvoudige dingen, zeg maar. We stonden gewoon niet bij stil. Ja, alledaagse dingen, zou ik even moeten zeggen. Ja. Maar het is toch wel een heel werk, denk ik, om dat allemaal goed te vinden, of niet? Ja, maar het is wel alleen maar heel erg leuk. Ja. Het is alleen maar leuk om dat goed te pluizen. Tenminste. Als ze zo maf best weeg. Nou ja, dit gaat dan even de zomerperiode. Ja. Juni, juli, augustus. Ja. Als we kijken naar juli. Of juni. Wat brengt in mond als voor belangrijke zaken? Ja, in ieder geval elke dag gaat. Iedere dag een heilige. Want al onze tradities en gebroeken die hangen aan heilige en heilige dag en aan religieuze rituelen. Komen weer mede ongeroet, als je het tenminste over de Limburgse cultuur hebt. En daarvoor heb ik ook elke dag de heilige erbij gezet. Wat vieren we vandaag voor een, iedere dag. En in juni, dan heb ze ook elke maandje ook specifieke benamingen. In juni is bijvoorbeeld de zomermaand, de schaapscheerdersmaand. Ze moesten de schuip scheren. Het is een zomer, vooral zomer. En dan vieren ze de midzomernacht natuurlijk. Hè. Dat hebben we al gehad. Maar weer hebben we er nog niet zoveel van geproefd. We hebben er nog niet veel van geproefd. Maar in de midzomernacht bijvoorbeeld zou ze heel romantische dingen kunnen doen. En daar geef ik ook een paar aanduidingen voor. Ah, dus zonder een romantische Het is voor nu voor dit jaar te laat. Maar het volgende jaar kan ze het aanhalen. Nou, dat gaan we zeker in de gaten halen. En een heel specifiek juni-symbool is de ooievaar. Heel veel lui weten dat niet. Ja. En over de ooievaar heb ik het ook heel uitgebreid een stuk. Dan Vaderdag heb ze vanwege in juni. Vanwege de geboorte dan, ooievaar?
Ja, en ook wat er symbolisch betekent. Mm-hmm. Een ooievaarsnest, want de ooievaarsnesten, ja, die ooievaars, die hebben in juni de jongen in het nest. Dus daarvoor is hij ook een beetje symbolisch voor het ooievaar gebeuren, wie weer hem kennen. Dat is wel grappig, want ik ga je juist eigenlijk meer in mei verwachten, in de lente, dat het dan door bezig is. Ja, maar de zomer begint pas 21 juni. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja. Tenminste, officieel. Maar in ieder geval zijn er zo heel veel symbolische dingen die ze aan kunnen rollen, die in een bepaalde periode van het jaar heel belangrijk zijn. Belangrijk, wat is belangrijk? Maar hoe ze dan toch die achterban terug kunnen vinden? Waarom doen die dingen? Wat betekent dat allemaal? En dat vind ik leuk om dat vast te leggen. Dat zijn mooie dingen, ja. Uiteindelijk is het niks van mij. Het is niet van mij, maar ik heb alleen vastgelacht wat anderen voor mij ook al 1000 keer hebben verteld en vastgelacht. Want ik vind ook dat elke generatie een paar lui moeten zijn die dat weer door moeten geven. Lui van nu gewoon je 19e eeuwse boek lezen van een of andere weinig wij. En dit is inderdaad op een duidelijke manier mooi voor met nu van nu weer. Maar het weer zijn wel verhalen die ergens al misschien al 1000 keer verteld zijn door alle generaties. En ja, wat is dan nog waar en niet waar? Ik weet het niet. Ja, nou, ben ik me een beetje zorg te maken, want ik had er natuurlijk even in gekeken. En deze uitzending wordt 2 juli uitgezonden. Maar nou staat erin dat er dan de regenvoorspelling is op 2 juli. Nou nee, regenvoorspelling, dat kent. Het is dan Marie Zeep, Maria Visitatie. Dat is dan wordt herdacht dat Maria bij haar nicht Elisabeth op bezoek ging. En die ontmoeting die wordt nog altijd herdacht op 2 juli. Maar dat wordt in volksmond Marie Zeep genoemd. Mm-hmm. En het is zo, als het dan regent daar, dan heb ze het aan plekken, dan is het nog 6 weken regen. Maar voor hetzelfde geld, kent het prachtig, is het prachtig. En dan heb ze 6 weken nog terug weer. Dus tenminste, toest iemand even naar boete kijken en hopen dat het gewoon niet en regent. Goed, en dan, als het regent, heb ze pech. Dan hebben we nog 6 weken pech. 6 weken regen dan nog, ja. Maar er zijn een hele zomertijd. In heel juni zijn heel veel zomerheiligen of regenheiligen. Want dan wordt inderdaad gezegd, als het eenmaal begint te regenen, dan scheet het niet meer goed. En dat zijn van die boerenwijsheden weer, die ja, ook weer door alle eeuwen her verteld zijn. Ja, laten we hopen dat ze aardig wel een beetje verschuift door het klimaat. Maar ja, dit jaar hebben we toch inderdaad wel geliek. Ja, als je nou zo naar het boek in zijn algemeenheid kijkt, hè, wat is voor u nou een van de moeiste dingen die erin voorkomt in deze periode? Je kunt geen keuze maken. Nee, elke keer denk je, ach wat leuk, dat is ook nog leuk om te vermelden. Volgende keer, bijvoorbeeld in de meimond, dat is dan het vorige boek geweest al, de communiefeesten. En nu alweer die zomerfeesten allemaal, de schuttefeesten, want als je voor de Limburgse cultuur hebt, ja, dan moeten de schutten nog even een beurt krijgen. Mm-hmm. Dat is ook wel leuk. Ja. De vakantie. En dan krijgen we in de herfst alweer al andere hoogtepunten, eerder een mondje en eerder periode. Het zo zijn dinger. En ik vind het zo leuk om dat te zeggen, hoe halen we die wijsheden, hoe heb je vanavond, waarom doen we dingen? In de winter krijgen we weer ganse, waarom eten we weer chocoladeletters met Sinterklaas, dat kun je in de winter weer tegen. En dan een paar typische Limburgse zaken, OLS komt erin voor inderdaad. Ja, zijn er nog een paar andere mooie Limburgse volks? Ja, eigenlijk al die religieuze, die heilige zaken, dat is toch wel typisch Limburgs. Want elk stom dorp in Limburg heeft een schutterie al met een patroonheilige. Elke kerk heeft een patroonheilige. Als ze een beetje goed kijkt, hebben ze zelf ook al iedereen zelf een patroonheilige. Dus ook alle tradities en gebruiken hangen daar aan op. Ik kan niet zeggen van wat nu echt een heel specifiek. Er zijn nog plaatselijke dingen bij die alleen maar in bepaalde plaatsen gebeuren. Bijvoorbeeld de kermis in Limburg is toch wel anders dan in Noord-Nederland. Wel royaler, want als ik in Noord-Nederland gewoon vertellen dat het hier normaal wordt om 15 of 20 vlaaien. In een gewone hoe zou het hebben met kermis? Ja, dan vallen die de show nog. Ja. Dus dat is heel typisch Limburgs om heel royaal hoe dan ook te komen op bepaalde dagen. Wat men
in het noorden niet zo kennen, dan zeg ik niet dat ze het noorden fout doen, maar wel anders. Ja, nou staat er ook in dat augustus de vakantiemond is eigenlijk. Ja. Maar geen zit volgens mij alweer volop bezig met de volgende boek, of niet? Want de volgende is dus nog twee, hè? Ja, de herfst en de winter. Dat moet binnenkort al klaar zijn, maar het moet nu de drukker om in de herfst gepresenteerd te krijgen. Dus ja. Daar ben ik volop mee bezig. Ja. Heb je zelf geen vakantie? Tuurlijk wel. Beetje rust af en toe? Tuurlijk wel. Beetje rust kunnen, maar dat ook kennen. Ja, nee, vakantie is heel erg belangrijk. Af en toe eens ertussen hoed. En dat staat ook in de volkscultuur, wordt in de oudheid al gezegd, luchtverandering is goed voor de mens. Mm-hmm. Daar komt het vakantie gebeuren vandaan. Want van hier, hoe dat ze als weer al naar de zee gaan, dan hebben ze een totaal andere sfeer als wat we in Limburg gewend zijn. Absoluut. Dus luchtverandering is belangrijk, zeggen ze. Ja, schrijf ik het niet alleen op in Beuk, maar je geeft ook lezingen, ja. Door het jaar heer. Ja. Dus van alles te doen. Alle thema's komen in die lezingen ook aan de orde. Ja, nou, hartstikke bedankt dat je dit toe wilde lichten. Ik kon er in elk geval nog in snuffelen, want ik ben wel benieuwd wat er voor de rest van de monden allemaal insteekt. Ja, voor de mensen toe heb ik ook nog wat leuks, want we zitten hier natuurlijk op vakantiepark de Weerterbergen. En wilt je nou ook heen naartoe, dan zul je gewoon even een mailtje sturen naar redactie@tvl.nl en gewoon even mailen over welke periode dit boek gaat. En dan mag je misschien wel kans op een verblijf op het park. Dus dat is zeker de moeite waard. En wat zeker ook de moeite waard is om gewoon nog even te blijven luisteren, want we gaan namelijk nog een optreden van John de Bever met het welbekende nummer Wanneer, Wanneer. Onbegrijpbaar, onbespeelbaar, je fascineert me zo. Je hebt geen sterrenlures, maar toch maak je me stuurloos, zoals je bent gekleed. Je tovert met je ogen, je lippen doen me dromen, je overvalt me diep. Je flirt met al mijn zinnen, niets wil ik nog verdringen, maar niemand die dat ziet. Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je raken, mijn warmte met je delen, wanneer? Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je streelen, heel zacht bij jou ontwaken, wanneer? Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je raken, mijn warmte met je delen, wanneer? Die vraag die brandt in mij, het antwoord dan ben jij, wanneer? Tovert met je ogen en je lippen doen me dromen, je overvalt me diep. Je flirt met al mijn zinnen, iets wil ik nog verdringen, maar niemand die dat ziet. Mijn handen blijven trillen en ik wil jou nu beminnen, een poos met jou alleen. Ik zie je in mijn waanzin, in de zon bij volle maanlicht. Zeg toch niet nee. Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je raken, mijn warmte met je delen, wanneer? Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je strelen, heel zacht bij jou ontwaken, wanneer? Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je raken, mijn warmte met je delen, wanneer? Die vraag die brandt in mij, het antwoord dat ben jij, wanneer?
komt, gewoon dan ben jij van heen. Ja, de mooie klanken van John de Bever. En ik weet niet of ik het daar zo warm van heb of van de lampen hier in de Weertebergen, maar als u wat ziet transpireren bij mij, het is hier behoorlijk warm. En welkom Paul van Boekel hier aan tafel. Ik zei straks al in de inleiding, een van de beste scheidsrechters van Nederland. Hoe sta je op die ranking, Paul? Ik heb eigenlijk geen idee hoe je op die ranking staat. Je ziet natuurlijk aan je wedstrijden, zeker afgelopen seizoen als ik kijk naar de wedstrijden die ik gekregen heb, onder andere de bekerfinale. Dan denk ik wel dat ik er goed op sta, maar de exacte ranking, niet bekend. Komt hij niet via VI, via Johan Derks? Ja, via dat die soort bladen. Die bepaalt toch wie goed is en wie slecht is? Ja, dat soort bladen hebben ook een ranking, maar ik ben blij dat de KNVB daar niet vanuit gaat. Want volgens mij heb ik het daar niet zo heel goed gedaan afgelopen seizoen. Bij VI bedoel je? Ja, VI volgens mij. Waar kijk je die naar dan volgens jou? Nee, maar ja, die cijfermatig stond ik daar volgens mij niet zo heel hoog in dat klassement. Ja. Maar ik bedoel vooral in het praatprogramma. Daar worden sommige personen, good old Luinje wordt steeds naar voren geschoven. Maar ja, dat houdt natuurlijk ook een keer op, denk ik dan. Ik bedoel, die man die was ook niet zo'n goede scheidsrechter als dat iedereen dacht. Die begon voor de wedstrijd al mij uit te schelden voor klootzak. Ik heb daar heb je dat ook gehoord, al eens gedaan? Nee, absoluut niet. Maar Roelof is ook wat dat betreft een hele andere scheidsrechter dan ik ben. Ja. Je hebt zelf ook betaald voetbal gespeeld. Wij hebben samen gespeeld nog bij VVV. Jij als rechtsback en ik als spits die niet wilde lopen omdat er toch geen voorzet kwam. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nee, maar je hebt gekozen voor die scheidsrechterscarrière, bewust? Nee, niet bewust. Ik ben al in de tijd dat ik bij VVV speelde, ben ik mijn diploma gaan halen voor scheidsrechter. En met wel het doel dat ik ooit een keer wedstrijdjes zou gaan fluiten. Maar dat was eigenlijk puur meer voor de lol en kijken hoe het bevalt. Dat ik daarmee betaald voetbal zou halen, dat was inderdaad geen bewuste keuze. Dat is zo gelopen. Ja, je bent gewoon een hele goede scheidsrechter. Je geeft het zelf al aan. Je hebt de bekerfinale gekregen. Maar je bent dus natuurlijk ook naar het EK geweest. Ja. Niet als scheidsrechter, maar als assistent scheidsrechter en als lijnrechter. Ja, klopt. Welke wedstrijden heb je gedaan? Wij hebben twee wedstrijden met ons team mogen doen. Dus Björn Kuipers als scheidsrechter en ik inderdaad als doellijnrechter, of hoe je het maar wil noemen. We hebben Ierland-Kroatië mogen doen en we hebben Oekraïne-Frankrijk mogen doen. En daarnaast ben ik ook nog vierde man geweest bij de Portugese Provincia bij de wedstrijd Zweden-Frankrijk. Dus je hebt er drie, je bent bij drie wedstrijden? Ja, ik ben bij drie wedstrijden. En waar ben je allemaal geweest? De eerste wedstrijd was in Poznan, de tweede wedstrijd van ons was in Donetsk en de derde was in Kiev. Dus je hebt Oekraïne en Polen gehad. Ja. Je had het over het team op die wedstrijd als vierde man na. Blijf je dan ook, hoe gaat dat? Word je als team bij elkaar gezet in een hotel of zitten alle scheidsrechters bij elkaar en hoe werkt dat dan? Ja, het toernooi is begonnen op vrijdag 8 juni. En wij kwamen op maandag 4 juni al met alle scheidsrechters bij elkaar in Warschau. Dus dan zaten we met een man of 70 zaten wij in Warschau. De eerste dagen hebben we vooral getraind, veel bijeenkomsten gehad. En nogmaals, op vrijdag begon dus het toernooi. Wat is zo'n bijeenkomst? Wordt dan verteld hoe jullie het moeten doen? Ja, de richtlijnen worden nogmaals besproken. Want je hebt daar 12 verschillende scheidsrechtersteams uit 12 verschillende landen. En ieder land hanteert misschien toch verschillende richtlijnen. Ja. Dat is niet goed, want je moet natuurlijk een consequente lijn hanteren in het toernooi. Dus daarom worden nogmaals alle puntjes nog eens een keer nagelopen. Zodat wij als arbitrage zo goed mogelijk voor de dag komen. En wat houdt trainen in? Is dat gewoon conditiewerk of is dat zelf een partijtje voetbal? Of hoe moet ik dat zien? Nee, de bal komt bijna niet in het spel. En het is vooral inderdaad conditietrainingen. Variërend van conditietraining tot sprinttraining, uitlooptrainingen. Dus het is gewoon een heel gevarieerd programma. Ja. Dat is in Warschau. En hoe wordt van daaruit bekeken wie welke wedstrijd krijgt? Ja, in Warschau zit dus ook de scheidsrechterscommissie van de UEFA. Een paar dagen van tevoren kreeg je te horen welke wedstrijd je toebedeeld had gekregen. En vanuit daar vloog dus inderdaad ieder scheidsrechtersteam naar de plaats van bestemming. En weer terug? En weer terug. Constant Warschau als centrale uitvalplaats? Ja, dus Warschau op een gegeven moment toen het toernooi bezig was, waren van de 12 teams er nog maar 6 of 7 steeds aanwezig. En de rest was gewoon op de plaats van bestemming. Gaaf. En dat is neem ik aan een hotel met alles erop en eraan, 5 sterren. Betekent dat ook overdag zwembadje af en toe, relaxen? Nou, wat dat betreft, het is enorm professioneel hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. De hotels, inderdaad, de reizen, allemaal is top geregeld. Maar daar, als je eenmaal daar bent, dan is het inderdaad de dag voor de wedstrijd, hebben we nog een training in het stadion. Meestal voor of nadat de landen getraind hebben. De wedstrijddag zelf staat 's morgens in het teken van een officiële wedstrijdmeeting.
En 's middags staat een teken van ja, rusten. En niks zwembadje of stad. En, nee, het is echt heel professioneel. Dus gewoon in het hotel, pak je rust en geen gekke dingen doen. Ja, is dat echt zo belangrijk voor een scheidsrechter dat hij dan nog niet eens aan het zwembad mag liggen? Nee, er zijn onderzoeken naar verricht dat een hele slechte activiteit is voor een wedstrijd. Sauna, zwembad, dat soort dingen. Dus het wordt gewoon echt afgeraden. Iedereen moet natuurlijk zelf weten, we zijn allemaal volwassen kerels. Maar de meesten kiezen er inderdaad voor om lekker in het hotel te blijven, het bed op te zoeken en zich voor te bereiden op de wedstrijd. Ik zag op NOS en op VI dat een andere oud-collega van mij, Tomek Iman, die bij Rode JC heeft gespeeld, de koning van Warschau is geworden, letterlijk, met heel veel panden en ondernemingen. Ook een aantal discotheken. Na de wedstrijd dan toch nog even die discotheken? Nee, dat is heel saai. Jongen, wat een saai bestaan, ja, die scheidsrechters. Wat dat betreft, ik kom er geen spannende verhalen boven tafel. Maar nee. Hey Paul, wat vond je van het niveau van de arbitrage op de WK? Ja, ik zit een beetje met een mixed feeling, een beetje een mixed gevoel. We zijn na de poolfase naar huis gemoeten. Blijkbaar. Ja, gemoeten. Terwijl Nederland eruit lag, denk ik dat jullie de hoop hadden en de verwachting zelfs dat jullie mochten blijven. Ja, toen Nederland eenmaal uitgeschakeld was, was dat eigenlijk voor ons een voordeel. Hoe sneu het natuurlijk voor iedere voetballiefhebber was, was dat voor ons een voordeel. Daarnaast hadden we zelf ook het gevoel dat we onze twee wedstrijden gewoon goed gedaan hadden. Vond ik ook. Ja, met velen heb ik tenminste veel berichten ontvangen. Maar blijkbaar niet goed genoeg, of wat voor reden ook. Maar we moesten helaas naar huis. En over het algemeen vind ik dat de arbitrage het goed gedaan heeft. Nooit foutloos, kan ook niet. De perfecte wedstrijd bestaat niet. Ja, even voor de duidelijkheid voor de mensen thuis. Wij praten hier tot en met de halve finale. De finale is geweest inmiddels. Maar kunnen wij nog niet meenemen in ons gesprek, laat ik het zo zeggen. Nee, dat klopt. Dus, klopt. Ik had het idee dat de arbitrage... Ja, het leek milder als anders. Ze lieten meer toe en er werd ook geen misbruik van gemaakt door de speler. Ik vond het wat dat betreft een super toernooi. Twee uitzonderingen, dat waren de twee ballen over de doellijn. En jij staat op zo'n achterlijn, het is niet in jouw wedstrijd gebeurd. Wat zie je en wat zie je niet? Je hebt een wedstrijd lijnrechter mogen spelen. Ja, absoluut. Ja, dus dat is een van mijn taken. Ik weet niet welke twee ballen je bedoelt. Eentje kan ik me herinneren inderdaad bij Oekraïne-Engeland. Ja. Die lijkt inderdaad over de lijn te zijn. Die was over de lijn, Paul. Die was over de lijn. We hebben de camera's, dus... Nee, dat is ook zo. Maar het is zo ontzettend moeilijk. Wij hebben een trainingsvorm gedaan met dat soort situaties te simuleren. En dat blijkt zo moeilijk te zijn. Maar Paul, alsjeblieft, er staan twee grensrechters. Er moeten verplicht vier lijnrechters bij... Om dat te kunnen zien, ik heb zoiets, je gaat vliegtuigen binnenhalen als je daar op die achterlijn. Ik vind het niet uitzien, ik vind het echt, ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, ik vind het belachelijk. Zet gewoon gebruik van een camera en alles is opgelost. Dan sta je daar als een achterlikker op die achterlijn en dan zien ze het nog niet dat de bal over de lijn is. Ja, dat is ook de teleurstelling die er nou heerst over het experiment. Maar ik ben er alleen maar hartstikke positief over, omdat het niet alleen maar de doellijnbewaking is. Het is veel meer dan dat. Wat dan? Want ik zie een overtreding van Ramos... In de wedstrijd tegen dingen, een gestrekbeen voor de ogen van die lijnrechter. Dat ik denk van, die moet toch kunnen zeggen dat het strafschop is? Ja, dat is ook zo. Alleen nu hebben we het inderdaad over de momenten waar het niet goed gegaan is. Maar we hebben het niet over momenten waar het 200-300 keer wel goed gegaan is. Ja, maar voor het publiek staat die man er alleen voor de lijn en heeft hij voor de rest geen functie. Ja, dat is dus, nee. De taken van die man die op de doellijn staat is onder andere naar de doellijnbewaking. Maar het is ook om een extra paar ogen voor het strafschopgebied. Dus je ziet ook veel minder vasthouden bij corners, hoekschoppen. Dus wat dat betreft heeft het daarom al het voetballen wat schoner gemaakt. Je kunt de assistent helpen bij doeltrappen en cornerballen. Je kunt de scheidsrechter helpen op overtredingen die buiten het strafschopgebied plaatsvinden. Dus je bent gewoon, in plaats van één scheidsrechter, sta je er eigenlijk met twee scheidsrechters extra. En communicatie gaat net als wij nou, via microfoontjes, ja, oortjes? Alles via de headset. Wij mogen geen gebaren maken om misverstanden te voorkomen. Dus alles gaat communicatief. En ik kan me voorstellen dat de kijker denkt van, wat doet die man daar? Maar er gaat heel veel informatie via de headset, waar een kijker inderdaad helemaal geen benul van heeft. Paul, laatste vraag. Je gaat nog op vakantie, maar wat is je ambitie voor komend seizoen? Ja, ik denk dat het komend seizoen heel moeilijk wordt om afgelopen seizoen te overtreffen. Ik heb de Johan Cruijffschaal mogen doen, ik heb de bekerfinale mogen doen. Ik ben dus inderdaad lijnrechter geweest op de EK, maar ook bij Barcelona, AC Milan. Ja, dat zijn gewoon echt allemaal hoogtepunten in één seizoen. Geweldig, dus, man. Ja, dat is echt tof. Zeker geweldig. Dus ik ben een beetje bang dat het komend seizoen misschien wat minder zal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet uitermate gemotiveerd ben om weer te beginnen. Ja, het loopwonder Paul van Boekel. We gaan dadelijk zien hoe het met zijn traptechniek was. Ik ben heel benieuwd of die inmiddels verbeterd is. Ik bedank je in ieder geval voor de komst. Wij gaan er even tussenuit voor de reclame en komen zo bij terug.
Partner van Tours in Limburg is Rompot Vakanties.